20 maart zijn de waterschapsverkiezingen in Amsterdam. Deze verkiezingen vinden om de 4 jaar plaats en zijn op dezelfde dag als de Provinciale Statenverkiezingen. Maar waar stem je in zo'n waterschap eigenlijk voor? Waarom vormt het een aparte overheid? En wat doen ze eigenlijk voor onze stad? Deze en nog veel meer vragen gaat NRP Nieuws voor jullie beantwoorden. De komende 4 weken gaan we iedere keer een ander thema behandelen, waarbij verschillende leden van het waterschap aan het woord zullen komen. Het vandaag in aflevering 1. Wat doet het waterschap? Om dit te beantwoorden gaan we naar het kantoor van Waternet, waar Marjolein Kené van de partij Water Natuurlijk ons op staat te wachten. Wat belangrijk is dat het waterschap een overheid is en het waterschap beslist voor ons allemaal over hoe we met het water in Nederland omgaan en hoe we met het water hier in de stad omgaan. En ik vind het belangrijk dat er democratisch over besloten wordt en daarom wil ik graag daar een bijdrage aan leveren. Amsterdam valt grotendeels onder het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Naast het waarborgen van onze veiligheid zorgt het waterschap ook voor de kwaliteit van het water. In Museum Nemo heeft Waternet een speciale tentoonstelling opgezet. Kennis over het waterschap moet op jonge leeftijd al worden overgedragen. Vindt ook Peter Smit, lid van het dagelijks bestuur. Dat is wel gewoon dat het waterbewustzijn, dat mensen weten hoe het geregeld is in Nederland, dat dat toch net iets beter over het voetlicht is gebracht. En ik vind het ook heel belangrijk dat het waterschap naar buiten treedt. Dat je ziet dat we ook in een prachtig waterschap woont, hè, zowel stedelijk, maar ook daarbuiten. Dat is ook natuur en een waterlandschap waar je van kan genieten. En dat is ook juist weer een hele mooie manier om in gesprek te komen met de inwoners, bedrijven en gebruikers. Om te praten over die waterschapstaken. En daar zijn we heel succesvol in geweest. 25% van Nederland ligt onder zeeniveau. 59% van het land zou onder water komen te liggen als we niets aan waterbeheer zouden doen. Van het Nemo gaan we naar de Kattensloot in de Staatsliedenbuurt. Hier legt dagelijks bestuurder Rolf Steenwinkel uit hoe waardevol de waterschappen zijn voor onze stad als het gaat om de hygiëne van het water. Nou, het waterschap is heel belangrijk voor een stad als Amsterdam. Water is sowieso ook heel belangrijk in Amsterdam. De grachten zijn natuurlijk de traditie van de stad. Daar is de stad groot door geworden. De ligging aan het IJ en de Amstel natuurlijk. Maar het water was ongelooflijk vies. Want we al die tijden gebruikten we het als toilet, als douche, om onze kleding te wassen. En het was echt, als je dat ziet, 80 jaar, 60 jaar geleden, echt heel smerig. En daar zijn onder andere de waterschappen, die vroeger eigenlijk alleen de dijken beheerden, zijn ook waterkwaliteitsbeheerders geworden om te kijken, om die waterkwaliteit beter te krijgen. En dat kan je in Amsterdam heel mooi zien, dat al die rioolwaterzuiveringen die we de afgelopen 50 jaar hebben gebouwd, dat die zo'n mooie invloed hebben. Door goed waterbeheer houden wij onze voeten droog, hebben we schoon water en is er niet te veel, maar ook niet te weinig water. 4 februari worden de kandidatenlijsten bekendgemaakt en kan je zien op wie je dit jaar kunt stemmen. Volgende week gaan we kijken wat het waterschap allemaal voor het milieu in onze stad heeft betekend. Tot dan!